Dames en heren. Oh, mijn microfoon. Op zich wel handig. Dames en heren, jongens en meisjes. Pardon, dat is echt smerig. Dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag zijn we hier met een gloednieuwe video. En oh, ik doe wel blij, maar ik ben eigenlijk niet blij. Eigenlijk niet blij, ik ben eigenlijk verdrietig. En weet je waarom ik verdrietig ben? Kijk, zoals jullie weten, de app van het jaar. Ja, ik hoef het eigenlijk niet eens te zeggen. Want iedereen weet, dat is Kruisje. Dat weet iedereen. Iedereen weet hoe je het bent of keert. Dat is gewoon Kruisje. Iedereen speelt het. Jij speelt die nu aan het kijken is. Je ouders spelen het. Je klasgenoten spelen het. Iedereen speelt het. Maar dat is ook andere mensen opgevallen. Vuile boeven is dat ook opgevallen. Voordat ik erover verder ga, heb je het video niet geliked? Doe dan zeker een abonneer op mijn kanaal hier beneden. Bij het snelst groeiende kanaal van Nederland. Nou, daar wil je bij horen. In ieder geval, ik kwam tot een schokkende ontdekking. Kijk, natuurlijk, altijd als je iets goed doet, en dat is in het hele leven zo, dan gaan mensen het nadoen. Dat is logisch. Maar dit is toch wel heel erg. Gaan we even meenemen. Zoals je ziet, staat hier de prachtige app Kaasje. Kaasje, je ziet hem, hè? Kaasje. De app van het jaar. Heerlijk. Wat een app. Premium Koen. Fantastisch. Dit is een app, jongen, mensen. Daar kan je trots op zijn. Maar, nou is er dus iemand, of iemanden, ik weet niet. Die dacht, weet je wat? Dat Kaasje werkt zo goed. Ik ga het namaken. Moet je kijken wat ik hier zie. Dit is nog niet te geloven. De Kaasje hebben ze gewoon nagemaakt. Kaasje heet het. Van de Rivera. Ik zit te kijken. Rivera stuurt altijd best gaming experience. Nou, en al die spellen hebben ook weinig dingen. Weinig gebeuren. Likes. Deze heeft maar een 1.7. En dat is terecht. Maar 100 downloads. Stom spel. Ook niet downloaden. Als je nou een spel wilt downloaden wat leuk is, download dan vooral Kaasje. Er komt trouwens ondertussen weer een nieuwe update is onderweg. Die komt denk ik, ja, ik weet niet precies wanneer. Ik denk over een week of zo. Echt leuk. Echt zeker waard. Wil je nou weten wanneer je precies komt? Ik hou je veel meer op de hoogte via mijn Instagram. Mijn Instagram is Koen KLN. Daar kan je me vinden op Instagram. Volg mij nou. Even kijken. Brent zegt. Brent. Ziet er anders uit op deze foto. Je hebt geen Louis Vuitton aan zien. Nou, je hebt geen doel. Het is heel onduidelijk nagaan van de populaire game Kaasje. Daarom geef ik een 1. Dan reageert iemand. It's the best game I ever played. You must install and join the Kaasje cult. Die heeft denk ik de verkeerde game voor zich. Gok ik. Kaulo fake Kaasje. Fake Kaasje. Fake Kaasje. Fake. Leuk. Leuk. Leuk is wel alleen je nakt het van dikke vet. Dat heeft het Koen. Maar aangezien weet je wel. Ik ben een man van proberen. Ik ga het spel proberen. Ik ga eens kijken hoe dit speelt. Ik kan me niet voorstellen dat het leuk is. Maar je weet het niet. Nou, dan gaan we dan. Jezus, lelijk. Dit is lelijk. Jezus, wat ben ik aan het spelen? Wat een stom spel. Oh. Nu ben ik dood. Kijk, advertenties. Wat een poep-app. Advertenties op een app. Daar kan ik echt niet tegen. Daar zit een muis achter me aan. Waarom heet dit in godsnaam Kaasje? Het heeft helemaal niks met kaas te maken. Dit is echt de grootste diefstal die ik ooit in mijn leven heb gezien. Diefstal van de naam van mijn app. Disgusting. Wat belachelijk. Het is natuurlijk lelijk. Want mijn kaas is echt mooi. Mensen, download dit spel niet. Het spel is helemaal niks. Wat een belachelijk spel. Ik vraag me echt af wat die mensen denken. Dat ze dan denken van, oh, nu gaan sowieso echt veel mensen spelen. Nou, nee, echt niet. Er was eerst zelfs nog één. Er was nog een Kaasje-app die ook mijn app volledig gestolen had. Maar die is weg. Die kan gelukkig niet meer vinden. Gelukkig maar. Ik zit nu weer op mijn andere telefoon. En we gaan nog even kijken naar een paar Kaasje memes. Om toch even in de positieve Kaasje vibe te blijven. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik alvast een kleine tipje van de sluier geven. Wat er in de volgende update gaat komen van Kaasje. Ik kan je namelijk vertellen dat er een nieuwe wereld komt. Dat wordt super vet. Een nieuwe wereld. Helemaal top. Er komen weer een paar echt hele grote YouTubers. Maar echt heel groot. Het is zo leuk om te zien dat alle YouTubers ook gewoon zijn van dat ze gewoon leuk vinden om in Kaasje te komen. Dat is echt lachen. Dat vind ik ook echt leuk om te zien. Dus echt helemaal toppie. En er komen ook weer nieuwe dingen voor in het spel. Dus nieuwe dingen die je weer op kan pakken. Of ja, anders ga ik nog lekker niet zeggen. Maar in ieder geval, ik hoop jullie er klaar voor zijn voor nu. Dit laat nu nog even kijken. Een paar goede Kaasje memes over de plus 2 kaasjes. Jongens weten niet wat geluk is. Jongens, een kaasje keer 2. Kijk, dat is natuurlijk geluk. Daar heb je dubbele kaasjes. Dat is heerlijk. Meiden, jongens weten niet hoe het voelt om genaaid te worden. Jongens, het groene schimmelkaasje. Ja, ik krijg ook echt heel veel berichten van mensen zeggen. Oh, mijn god, Koen. Ik word helemaal gek. Helemaal gek van die schimmelkaarsjes. Want sommige mensen raken gewoon van in de war. Wat ook wel logisch is. Ik snap het ook wel. Ik vind het wel grappig persoonlijk. Dit is ook iets nieuws. Dit vind ik bizar. Dit is op TikTok. En dan gaan mensen challenges doen met Kaasje. Nou, dat vind ik een beetje raar, moet ik zeggen. Want sommige zijn heel vreemd. Maar laten we maar kijken. Hier bijvoorbeeld eentje. Wat is dit? Elke keer als je springt, mij zeggen. Mij. Mij. Echt bizar. Wat is dit? Met een 50 volgers face reveal. Ho? Huh? Over nummer 18. Mensen volgen Kaasje. Laatste op challenges. Maar er zijn zoveel van deze accounts. Het is echt bizar. Pak alle kaasjes. Kopies. Welkom bij een nieuwe Kaasje video. Vandaag ben ik samen met Koen de kaaskampioen. En gaan we een nieuwe Kaasje challenge uitvoeren. Namelijk pak alle kaasjes. Ja, er mag geen kaasjes overstaan. Dat is de challenge. En we gaan ze dus lekker allemaal opsmikkelen. Dat vind Koen zeker geen probleem. Dus wij gaan deze shit neder voor jullie. En Ik doe het best wel goed, moet ik zeggen. Ik heb tonten voor kaasjes. En blijf gewoon zeker. Holy crap. Probeer precies 100 kaars te halen en dan dood te gaan. Ik denk dat dat best wel moeilijk is. Mensen, ik heb een challenge voor jullie. En ik wil kijken of jullie dat kunnen halen. Ik wil dat iemand mij een Insta bericht stuurt. En daarin, de challenge is dat je 30 kaarsjes en 30 seconden moet halen. En dan moet je doodgaan. 30 kaarsjes en 30 seconden. En de eerste die dat haalt, die komt in mijn story. Komt in mijn Instagram story. Die krijgt een dikke vette shout-out. Dus 30 seconden, 30 kaarsjes. Ik heb geen idee of het kan überhaupt. Misschien kan het wel niet. Maar het is wel een leuke challenge, denk ik. Dus succes. Doe je best. Mijn Instagram is Koen. En probeer dat te doen. Dat rijmt. Fantastisch. Je mag niet bukken en je moet 40 kaarsjes halen. Hij bukt. Eigenlijk heb ik de challenge nog helemaal nog.
gepropt. Ja, inderdaad. Tuinen vals spelen. Hij heeft gewoon gehaald. Nou, eigenlijk niet. Hij heeft gewoon vies vals gespeeld. Als we even heel eerlijk zijn, mensen. Het is ook 108.000 views. Elke keer als je bug schreeuwt, dan kaas. Nee. Kaas. Dus, kaas. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden om naar te kijken. Maar, dus kaas. Spelletje kaas. Dus, kaas. Waar slaat dit om? Dit is echt leuk. Dit is echt leuk. Kaas challenges. Essie heeft een raar geluid bij het gliden. Zal ik vertellen dat het geluid van Essie is? Als je met Essie dus de parachute pakt, gaat hij een soort van gillen. En wat dat dus is, Matty heeft ooit een tafelvoetbaltafelballetje tijdens een Q&A, ik weet niet of mensen dat kunnen herinneren, heeft hij op zijn broertje gegooid. En die kreeg hem gewoon vol op zijn hoofd. Toen moest hij keihard huilen. Dat is zijn geluid. Echt leuk. Het is bizar hoeveel mensen kaars spelen. Blijf het ook vooral doen. Mensen, ik hoop dat deze video leuk vonden. Jullie dachten dat ik wegging? Nee, natuurlijk niet. Wat ik namelijk nu heb meegemaakt is ongelooflijk. Als jullie weten, kaasje, dat leek dus even genakt te worden. Maar precies toen ik die video maakte, kreeg ik de aanvraag of het jeugdjournaal bij mij langs mocht komen. Het jeugdjournaal, dit is toch fantastisch? Over kaasje. Al die titels daar op YouTube van naam en dan die leeftijd heeft een app of is ziek of doet dit verkeerd, doet dat. Nu heb ik gewoon echt een jeugdjournaal video. Dit is een droom die uitkomt. Fantastisch. Hier staat die gamekaasje bijna 1 miljoen keer gedownload. Dat is ook zo bijna 1 miljoen keer. Dus heb ik nou nog niet? Ja, ik hoef het eigenlijk niet meer te zeggen, maar download nou kaasje. Doe het nou. En waarschijnlijk iedereen die dit kijkt heeft het al. Even een paar reacties lezen. Haha, veel dingen heb ik kunnen verwerken, maar Koen niet bij jeugdjournaal zit. Ook een hartje gekregen van de jeugdjournaal. Download nou kaasje. Kaasje op de nieuwe Play Store en App Store. Koen is ook zo baas. Hey. Shout naar Gert Gerard. Download nou kaasje. Download nou kaasje. Wat is dit nog kaasje? Download nou kaasje. Koen krijgt natuurlijk weer voor mijn kamer reclame te maken met het jeugdjournaal. Nog meer reclame voor Hutskoen, kaasje. Dat zijn wel de twee grootste memes. Koen en jeugdjournaal. Eens. Het is een grote meme aflevering ooit van jeugdjournaal. Nou, voor de rest, download elkaar, 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 download elkaar. Oké, laten we maar gaan kijken. Nou, dit is hem. Kaasje. Ik ga even lekker spelen. YouTuber Koen bedacht kaasje ongeveer 2 maanden geleden. Ik zit denk om de app kaasje te noemen. Zou kaasje al wel staan? Nee, bestaat niet. Ik wil kaasje. Het leek me dus altijd wel lachen. Dan heb je gewoon een eigen app. Kijk even hoe mooi dit staat. Zo ziet mijn setup er dus uit. Dat weet je waarschijnlijk helemaal niet. Ik heb het voor mij nooit echt laten zien. Ik heb dus 3 beeldschermen. En hier was mijn prachtige kanaaltje. Prachtig kanaaltje. Net 400.000 abonnees gehad. Kijk, hartstikke idee. Hier een kaasje screenshot en kaas. En hier Koen ineens YouTuber. Ik had nooit verwacht van dat ik een eigen app zou hebben die het zo goed zou doen. Het nee. Is super populair. Volgens Koen spelen iedere dag duizenden mensen het. Duizenden? Honderdduizenden! Honderdduizend mensen spelen. Echt 300.000-400.000 mensen per dag spelen het. Duizenden mensen. Hallo! Het is de app. Er is maar 1 app op dit moment waar het om draait. En dat is fucking kaasje. En is kaasje al bijna 1 miljoen keer gedaan? Ja. Constant krijg ik Instagram bericht van dit is mijn highscore. Bla bla. Het is echt bizar. Volg mij nog niet op Instagram. Koen is mijn Instagram. Net zoals mijn YouTube naam. Kijk me even spelen. Ik ben hartstikke dood. In het spel kan je met verschillende... Dat is ook mooi. Die, al die characters hier. Priscilla, schitterend. Gio ook mooi. Marky, diamant. Dit is zo mooi. Mark's prank zit gewoon, is gewoon op nationale televisie gegooid. Dit is toch fantastisch. Mark met prank. Kijk hem dan. Heeft de app niet zelf gemaakt. Via een website kwam hij in contact met... Dikke shout naar de Tourione. Ook op tv gekomen. Ongelooflijk. En hij vindt het ook helemaal leuk. Want hij krijgt ook allemaal berichten. En hij zegt ook van, oh, ik ben nu bekend in Nederland en zo. Maar veel mensen... Haha, dikke Rob. In een praatprogramma zei hij dit. En dan is het kaasje. Kaasje. Dat vond Koen zo grappig dat hij zijn app erna vernoemde. Ik vond het zo grappig. Zo grappig. Ik denk dat hij het wel leuk vindt. Denk ik, maar ik weet het niet zeker. Om daarachter te komen, belden we met... Dit was toch fantastisch? Zeg je dat ze belden met Aad? Dat is dan voor mij niet helemaal waar, want dat was gewoon een filmpje. Ziet hij mijn filmpje zien van Aad? En toen hier, moet je kijken. Dit vind ik fantastisch. Aad de Mos. Dat meen je niet. Kaasje komt uit Den Haag. Want gaat een kaasje uitleggen. Waren en we stonden in de rust voor met 2-0. Dan zeiden we tegen elkaar, dit is kaasje. Het geeft niet meer uit handen. Dit is voor elkaar. Dus het is een heel positief woord. Het is gelukt, het gaat ons lukken. Dus dan zeg je altijd erbij, het is kaasje. Kaasje. Ik ken het ook, ik heb het gedownload. Het is heel interessant om het te gebruiken. Veel plezier. Ik ken het ook, ik heb het gedownload. Het is heel interessant om te gebruiken. Wat zegt Aad nou weer? Het is heel interessant om te gebruiken. Het staat helemaal nergens op. Maar wel lachen. Maar het staat echt helemaal nergens op. Kaasje. Veel succes met kaasje. Kaasje wordt niet alleen door veel mensen gespeeld. Er zijn ook kinderen die filmen dat ze het spel doen. En dat dan weer online zetten. Vandaag heb ik bijna de... Shout naar Daan Kanon. Echt, hij is echt de number one kaasjespeler. Hij speelt zo ongelooflijk voor kaasje. Dit was die gast die meteen diamant kon kopen toen hij uitkwam. Ongekend. Binnenkort komen er nieuwe poppetjes. Opletten mensen. Ga ik even klappen. Hanwee komt erin. Een hele goede middag iedereen. Hanwee komt in kaasje. Eens, het komt er ook in. Hey!
En voor de Belgische kijkers. Deze heb ik ook zo van handen kreeg ik echt. Ik denk wel honderden keren. Maar ook alle Belgen die zeiden: hallo, we hebben ook een Belger in. Acid komt er ook in. Echt fucking top. Er komt ook nog een vrouw in. Bekende YouTube. Maar ik... Zal ik zeggen? Er komt ook nog een vrouw. Een bekende YouTube vrouw. Weer dood. Wat een schitterend einde. Prachtig. Mensen, ik vond het fantastisch. Shout-out naar Jeugdjournaal. Dankjewel dat jullie langskwamen. Echt top. Leuke video. Echt helemaal leuk. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het net leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je het niet hebt gedaan. Ik kan het niet beneden. We gaan ongekend lekker. Het is echt ongelooflijk. Dankjewel voor het kijken. En ik spreek jullie later. Doei. Paren in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog rijden.